Dat is zo simpel eigenlijk. Ja. Zou je hem bakken? Dus ik had dit had school als voorbeeldje gestuurd, als inspiratie-idee. En ik ben altijd inspiratieloos. Dus. Ik denk, ik ga nog even gauw de dingen van morgen in orde maken voordat je gaat bevallen. Nou, ik vind het wel een beetje zielig als ze naar school gaan en ze hebben niks lekkers bij zich. Ja, dat vind ik niet leuk. Dat is Linda, hè? Dit nou, het eerst even de taakjes afronden voordat ze komen gaan bevallen. Goed. Oh, kijk uit, schat. Zo mijn best. Dat is eentje zien. Nou, ik laat het gewoon zo. Dan kunnen ze toch daar het lekker zo aan vasthouden. Dit sushi is wel een beetje. Lekker. Een ronde sushi. Ja, dat is echt leuk. Inderdaad voor de kinderen. Hey. Nee, ik ben ook wakker. Hoi. Ik weet niet wat aan de gang is, maar het is weer stil. Oh, het is weer stil, oké. Ja. Ik voel even niks. We zien het wel. We zien het wel. Het komt, het gaat altijd, zo gaat dat. Ja. Ik ga nou even op de bank. Is goed. Kaarsjes aan, dacht ik. Ga lekker zitten drukken. Ja? Wil je nog wat lekkers hebben? Ik heb zin in alcohol voor een biertje. Ja? Zo mooi, maar ik ga lekker. Wat dan? Ja, wat dan? Marleen. Ben jij een varkens, hè? Wat een varkens, dat joh. Sorry, ik kom een beetje te veel. Heb je 3 dagen niet gegeten of zo? Ik heb mijn achtergrond kometten, dus ik had geen avond gegeten. Toen heb ik 2 broodjes op. Oh, dan zit je hier. Ja, ik had ze zelf wat bestellen, maar dan kwam een vrouwtje op niet. Nee, toen kwam ik geen eten meer. Ja, wat drinken we? Ik heb 3 kwartier op die 2 broodjes gedaan. Nee, dank je wel. Zelf, ik heb het gedaan. Zoete uien dit. Wat is het? Zoete uien dit. Zoete ui? Ja, lekker. Dip. Ja? Oei, hoe bedoel. Ja, dat is wel. Leuk pakketje dan. Matjes. Oh, dat is een tas. Ja, dat is een tas. Zit er ook nog bij. Hé? Zit er ook nog bij, een mooie tas. Ja, dat is leuk, hè? Stoer. Wacht, hè. Travel pack, showers en boten. Ja, het is vrijdagavond, zal ik wel een kerstpakketje weer naar huis genomen. Ja, dag. Oh. Wacht, hè. Nou, dat doe je wel een jaartje mee. Je rust je niet zo hard, hè? Dus. Nou, lieve Linda. Hè? Het is vrijdagavond nou. Gisteren was het een beetje begonnen natuurlijk. Iedereen in paniek, maar vandaag? Nee, het is niks. Niemand was in paniek. Nee, nou, ik denk jij niet was jij. Jij was gisteravond al in paniek, Sam. Ja, jij rent gelijk weg. Nou, je kon niet tegen, ik ga weg. Maar ik kan er ook echt niet tegen. Ja. Ja, dat kan. Ja. Nee, we gaan naar. Ik zie een blaadje Linda, die hebben we niet op. Zeg je? Oh, dank je. Nee, ik hoef niet, dankjewel. Lekker, schat. Lekker, schat. Het is wel weer eten maken. Ja, je gaat mee eten maken. We gaan even opruimen, ik ga zaden even uithalen. Ja, het is wel erg laat. Ja, het is wel laat. Ik ga verder. Ja? Ik weet dat jij weer een lekker pakket hebt. Dat is meestal zo. Nee. Dat denk ik nog wel, ja. Nachos. Rustig. Zeg je? Nachos. Ja, borrelt er al wat. En? Wat is dit dan? Pretzels 3. Wat is dat? Dat zal ik erbij hebben. Dat zit toch niet zo. Ja, je hebt een pret toch, hè? Nou, papa gaat mama de voet even masseren. Want dat kan eventueel ook de bevalling op gang helpen, toch? Ja, dat hebben jullie eigenlijk toch? Nee, bij Anne. Anne. Nou ja, gisteren was het een beetje aan het rommelen, dus ik slaap gewoon hier. Maar het is nou weer helemaal rustig. Mama heeft vanochtend de kinderen gewoon lopend naar school gebracht.
Is toch een kilometer, hadden we net gekeken. Een kilometer? Ja. Ja, precies. Dat is zoals 1,8. Want je dan er omheen moet. Maar ik loop echt kastroof, dus hij loopt best snel. Ja. Ja, vandaag ging je ook om 8:50 of zo weg, volgens mij. Nee, ik had zo vraagt. Oh. Zo, Hadi. Ja, het is zaterdagmiddag, 1:30. We gaan maar even naar de wintertijd, als het nu nog kan. We gaan weer een harde lockdown in. Dus nou, het is wel bijzonder om dat twee keer met een geboorte mee te maken, zeg maar. Maar Lynn die gaat nu naar huis toe, want die loopt thuis ook even achter op schema. Wauw. En onze Sarah heeft een nieuwe jas. Wat ben je mooi. En nieuwe schoenen. Ja. Oh, zo mooi. Jas. Leuk. En nieuwe schoenen. En nieuwe schoenen. Ja, heel mooi. Schoen. Ja, goed zo. Nou, ga maar even lekker dan, hè. Ik heb mijn hoofdband ook hier, die moet zitten. Ja. Die was ik thuis wel overal aan het zoeken. Olafje, ga je mee? We gaan even naar de intratuin, lieverd. Naar de intratuin. De treintjes. We gaan even naar de treintjes kijken, de intratuin. Dat is een plek hebben, hoor. Het zal heel druk zijn daar. Oh, kijk uit, lieverd, met je nieuwe schoenen, hè? Moet je het allemaal meenemen? Nou. Doe de buggy ermee, ja, hè? Niet zo gezegd, toch in het karretje. Oh ja, schat, zo'n karretje. Ik vind ze leuker, denk ik. Ja, moet jij nog even plassen? Ja, je moet wel nog eens plassen, kindjes. Nee, ze is geweest. Ja, jij moet nog. Jij bent de enige die nog moet plassen. Ja, zeker wel. We gaan weg. En ik ga niet in thuis zitten, dus moet jou weer gelijk thuis. Nee, want het is duurt heel lang voordat je de wc tegenkomt. Nee, maar als we al naar binnen gaan, ik denk dat ik weer iets heb bedacht dat heel Nederland heeft bedacht. Ik denk het ook, Linda. Vrees sterkst. Maar anders wachten we even een kwartier tot een auto wegrijdt. Ja, het is zoals het is. Ja. We hebben toch iets anders te doen. Heel Nederland is dit bij ons. Kom maar. Olaf, je even plassen? Nee, maar ik hoef niet. Ja, doe maar even wel. Gooi maar, knal er maar even een druppel uit. Hoeft iedereen niet. Wij zijn allemaal al geweest. Sorry schat, ik durf bijna niet te vragen. Zaterdagavond 11:30. Maar... ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Ja, ik heb menstruatiepijn. Nou, dat had ik bij Julia en bij Sarah had ik dat ook. En dat was een dag voordat de bevalling begon. Dus dat heb ik de hele zwangerschap nog niet gevoeld. En dat heb ik nu wel. Dat is alles. Je hebt een paar dagen echt een rommel nodig voor dat gaat starten. Dus donderdag was denk ik dat je de eerste start. Dan stopt het weer even, dan begint het weer, dan stopt het weer. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik nog heel veel dagen loop. Ik ben bijna 10 dagen naar de uitgerekende datum. Het moet toch een keer komen. Het moet nou een keer gaan gebeuren. Ja, anders wordt het een ander verhaal. Ja. Dus, en ik wil het liefst dat het gewoon uit zichzelf komt, dus ja. Snap ik. In Leiden is echt het allerlaatste wat we willen. Wat jij wil. Ja. Nee, dat wil ik echt niet. Nee. Dus ik grijp eerst alles aan. Morgen, als er niks gebeurt, zal ik de verloskundige bellen. En die komt dan nog hier om te kijken of ze... Komt ze hier naar huis toe? Komt ze naar ons huis toe? Ja. Of ze vliezen kan breken. Maar ja, dat zie ik zelf nog niet zo heel erg zitten. Omdat ik dat dan toch nog steeds weer een bevalling vind die niet uit zichzelf begint. En ik sta daar gewoon niet meer achter. En ik ben ook bang, stel dat ze dan gepoept heeft in het vruchtwater, kan ik alsnog naar het ziekenhuis. En nu met dat hele corona gebeuren, zie ik dat ook niet zitten. Nou, wat gebeurt er nou als je aan het bevallen bent en je vliezen breken uit zichzelf en ze heeft dan in het water gepoept? Ja, dan gaat Sarah toch? Dan moet je dat, maar we hoeven dat toen niet naar het ziekenhuis. Nee, want het was te ver. Daar had ik in de auto de baby gekregen. Ah, werkelijk. Ja, want bij mij soms als die vliezen breken... Zwijg maar de eerste keer, hè? Nee, als die vliezen breken, dan... Bij Sarah was het zo dat ik volledige ontsluiting had en Gea wilde het verloskundige... Ja, dan kun je niet meer aan de auto stappen natuurlijk. Die wilde het toen de vliezen breken, of ze braken uit zichzelf volgens mij. Volgens mij wilde zij de vliezen breken, braken ze uit zichzelf, want ik ging bijna persen. Ja. Nou, ik weet het niet meer, één van de twee. En toen had ze gepoept en toen zei ze wel gelijk. En toen zei ze, ja, pers maar, want ik kon niks meer. Daar was de baby op de trap geboren. Nee, ik kon niet meer. Ze kwam er ook gelijk achteraan. Ja. En ik weet dan, ja, ze had een goede abgasscore gelijk, dus ja, ik ben niet met Sarah naar het ziekenhuis gegaan.
Dus, maar ja, kijk, als je vliezen breekt en ik heb 3 centimeter ontsluiting en je moet nog de weeën moeten dan gaan beginnen, dan laat ze je echt niet daarmee thuis zitten. Mag gewoon niet. Nee. Dus kans op infectie, en dat wil je zelf ook niet. Nee. En daarom heb ik dus ook zoiets van, nou ja, sowieso als die vliezen langdurig gebroken zijn, heeft dat ook weer risico's. Ik weet natuurlijk niet hoe mijn lichaam het oppakt. Krijg ik wel gelijk weeën vanuit het niks? Krijg ik dat niet? Ja, straks krijg ik ze niet. Ik heb mezelf wel, als ik me niet op mijn gemak voel, krijg ik weer geen weeën natuurlijk. Kan ik als toch naar het ziekenhuis gaan? We zien het wel schat van de nacht dus, brengt morgen. Ja, precies. Misschien begint het nog uit zichzelf. Nou, een rustige nachtje op slapen. Misschien, ik vraag sowieso vanmorgen. Ik wil kijken of dat strippen van donderdag al iets meer heeft gedaan dan op donderdag. Ja, natuurlijk wel. En misschien kan ze het nog een keer doen. Dat wil ik eigenlijk eerst nog doen. Is goed. En dan, en als het dan nog niet begint, dan vind ik dat vliezen breken altijd nog. Ja, of zij zegt, het is zo ver verstreken, als ik nu vliezen breek, dan komt het. Ja. Maar dan ben je weer bang van komt het. Want hij denkt dat ik al met 8 centimeter ontsluiting rondloop. Nou, echt niet hoor. Ik vind altijd als ze komen en ik heb al best wel wat weeën, dan hoor ik altijd dat ik 5 centimeter heb. Dan kan ik wel huilen. Ja, dan denk ik altijd van, nou jemig zeg. De eerste 5 gaat bij jou duurt veel langer dan de laatste 5. Dat klopt, maar ik vind dat wel een teleurstelling. Dus hou me wel op. Ja. We gaan het morgen wel zien, ik ga het gewoon overleggen. Is goed, schat. En zij heeft ook geen glazen bol, dat heeft niemand. En ja, je moet gewoon dingen tegen elkaar afstrepen. En sowieso, als het druk is op de praktijk, breekt ze de vliezen niet. Want als ze bijvoorbeeld toch 2 bevallingen moeten doen, ja, dan en die vrouwen zijn al bezig, dan gaan ze echt niet dan bij mij ook nog morgen vliezen breken als het niet nodig is. Nee, als die nodig is, niet. Dus. Oké. We gaan het zien, schat. Ja. Het komt wel of zo, het moet wel gaan, of het doet in ieder geval iets, maar het doet gewoon helemaal niks. Nee. Boven gewoon een harde buik erom, maar niet doorzetten. Ja. Nee. Ik dacht vanmorgen even zo, ik pakken en zat steeds harde buik, daar ben ik wakker van. Maar dat deed ook niet echt heel zeer, maar gewoon ongemakkelijk. Dus toen ben ik naar beneden gegaan. Ja, en toen ben ik naar de zee geweest en toen viel het ook weer weg. Ja. En gisteravond dan die menstruatiekramp, en dat heb ik bij Julia en bij Anne ook gehad. Bij Julia en bij Sarah. En toen kwam de bevalling wel op gaan uiteindelijk een dag later. Ja. Uit zichzelf. En nu, het gewoon heel lekker. Ja, dat is het denk ik. Ja. Dus, best, hè? Ja. Althans, weet ik niet, maar. Nee, precies. Ja. Dus je wordt gewoon een beetje onzeker en zenuwachtig. Ik denk van, ja, bij de andere kinderen waren ze er nu allemaal. Ja, behalve Marleen destijds. Maar dat is echt 21 jaar geleden. En de laatste 4 kwamen gewoon echt wel spontaan. Ja. En nu merk ik te veel tijd hè, om naar te Ja, dat is het. Ik ben ook de hele tijd mee bezig nu en ik probeer het wel los te laten, maar ja, hoe langer het duurt, hoe zenuwachtiger je wordt. Je hebt toch een soort angst voor de bevalling weer. Ja, dat is dan stom, maar dat heb ik wel. Ja. En dat speelt ook mee, dat je toch een beetje onzeker bent. Laten we even alle controles doen. Ja. En dan gaan we gewoon even checken hoe het ervoor staat. En misschien denken we wel, wordt het gewoon heel duidelijk dat het misschien al meer is of zo. En dan kunnen we gewoon een plan maken. Ja, toch? Is goed. Ja? Ja. Helemaal goed. Ik was nog mijn handen. Ja. Ik heb alles helemaal ready. Alles is ready. Ja. Alles is. Ik heb alleen nog geen ding onder mijn matras gelegd, een cel of iets, want ik kan daar niet van slapen. Ik denk, ja, dat is mijn risico, dan gaat mijn matras te baren. Eens hoor, want als je nu al 4,5 week, zeg maar, op zo'n matje gelegd hebt. Ja, en ik heb nooit gehad met vliezen braken. Ik denk, ja, dat is dan echt een risico dat ik dan loop. Die matras moet ooit al vervangen worden. Daarom. Misschien nu dan wel, want ik heb zo'n matje neer te leggen en dan was ik even mijn handen. Wil jij alleen zo'n celstofmatje of echt zo groot? Nee, zo'n celstofmatje is prima. Ja, dat is voldoende. Linda zet zondagochtend 10 uur. Linda zet voor de 2e keer gestript. We gaan het afwachten. Spannend. Volgens mij doet het wel wat. Dus, kindjes zijn nu wel heel rustig. We hebben wel stand-by achter de hand voor stand-by gewoon. We hebben kunt al even Olafje ophalen. Nou, Sandy is bij zijn open oma gaan slapen. Die kan er allemaal niet tegen. Wanneer is hier nou? Dus het moet goed komen allemaal. Wel meemaken. Zie je op het midden staat net iets te koud, hè? Ja, ik had hem wel. Ik heb het idee dat het bad niet zo super goed geïsoleerd is, want het water koelt heel snel af.
Dat pad wat wij hadden aan de appelgaarden, die werd heel lang niet. Nee, maar ik had er wel warm staan, want dat is een volgende met het warmte terug staat, dus wij in de zin gaan. Ja. Je moet niet bang zijn, schat. Ja. Je doet het altijd hartstikke goed, hè. Ik zie in je ogen dat je bang bent. Ja, ik ben heel bang, hè. Ja. Je doet het altijd hartstikke goed, hè. Ik sta niet van de kunst aan, hè, hoor. Nu wel, hè, op het einde. Linda en ik gaan vanmiddag even naar het ziekenhuis toe. Linda krijgt een CTG. En Kinter en Caressa gaan er even met de kleintjes op uit. Lekker naar het Gouwenbos toe. Die heeft een bos in het poeppark. Maar daar gaan ze even heen. En dan blijft Sam. Die blijft bij Sarah. Sarah gaat zo naar bed. Stan gaat ook nog mee met zijn eigen fiets. Waar is Stan nou gebleven? Die is denk ik zijn fiets pakken. Oh, hij is zijn fiets aan het pakken, oké. Dat zijn schoenen niet op de bank. Olaf en Anna naast elkaar en Julia gaat tegenover. Julia gaat eerst bij het begin. Gordels om. We willen wel de gordeltjes vastmaken, hè, lieverd. Ik doe die voor Anna. Ja, jij moet even. Oh, jij komt daar niet bij, joh. Dat gaat hier, hoor. Kijk hoe hard die mensen hier rijden, hè? 30 kilometer zone. Ja, bizar, hè? Ja, Linda, hoe ver ben je nou? Vandaag 41 weken, 4 dagen. Oké, okay, wat kunnen de kijkers thuis even uitleggen wat we nu precies gaan doen? De kijkers thuis. Ja. Controle in het ziekenhuis in overleg met de verloskundige. Dat is normaal rond dit deze zwangerschapstermijn. Dat je een keer gezien wordt in het ziekenhuis door de gynaecoloog. Want zondag, het is nu dinsdag? Ja. Nee, maandag. Nee, maandag. Je was gisterochtend weer nog gestript op zondag? Ja, voor de tweede keer. Tweede dat kunnen keer. Ze ook niet. Kunnen ze ook niet nog een keer doen? Nee, en dus nu gaan we naar het ziekenhuis toe voor een CTG. Ja, CTG en daarna een consult bij de gynaecoloog. Ja. Die bespreekt even de uitslag van de CTG. En ja, en na aanleiding van dat verhaal een plan. Plan van aanpak. Ja, in principe wil ik natuurlijk graag thuis bevallen. Maar ik heb ook steeds gezegd, het moet wel, je moet wel, goed wel veilig zijn. Ja, het moet wel goed als de baby, als het met de baby niet meer goed gaat, houdt het op. En ik kan niet... Ik kan niet zien in mijn buik hoe het gaat natuurlijk. Dus, nee, vorige week donderdag zat ze nog heel tevreden erbij. Maar ja, goed, het is nou maandag. Je bent kan snel veranderen verder. Aan het einde. Ja, dat kan echt per dag verschillen. En bij Marleen ging het toen ik zwanger was van Marleen ging het ineens helemaal niet meer goed. 2 dagen ervoor ging het perfect. En 2 dagen later was het vruchtwater op. Ja, dus ja, dus ik wil wel dat het nagekeken wordt. Dus we gaan nu naar het ziekenhuis en gaan nu weer verder rijden. De brug gaat weer omhoog. Omlaag, sorry. Dus, ja, en dan horen we het straks wel. Ja. Moeten wij niet wat in het bed liggen en dingen en doen? Ik blijf even bij jou. Als Marleen er is, dan gaan we even vanavond. Ik denk dat Marleen niet meer 10 minuutjes is. Maar hoe... Hoe laat ben jij naar bed gegaan, schat? Laat. Of is je op de bank slaap gevallen? Nee. Nee, ik had huis vol gekeken. En 2 afleveringen zeiden ook al. De vaat was uitgeruimd. Ik had op de bank al een paar keer onregelmatig gelegen. Dacht ik dat het alweer waren, die er al heel zeer. Toen ik nog beneden was? Nee toch? Nee, het was niks aan de hand. Ik dacht al zoiets, joh. Weet je dat? Je was heel anders vanavond. Oh, dit ken ik echt niet. Ik zit helemaal te trillen. Ja, rustig maar. Even op adem komen. Praat het gewoon even van je af, ja? Ik voelde al gewoon
Maar het was heel onregelmatig, heel kort. En dan was het weer weg. Toen dacht ik, ja, dat is weer net als toen bij Sarah. Het is weer los alarm. En toen dacht ik op een gegeven moment ook van, nou, ik wil het nu op je baan niet. Ik ben zo moe, ik ga naar bed. Mm-hmm. De vaat was nog uitgeruimd. Ik heb de was er nog in gedaan. Was er nog geprogrammeerd. Het was 2:30 toen ik de wasmachine aanzette. Toen ben ik naar boven gegaan, tanden gepoetst. Goed zo, schat. Ik groet die ademhalingen. Bus onderweg. Dat begon echt met hotsen en stoten. Want ja, toen jij nog beneden was, toen voelde ik al wel soms dat ik dacht van nou, die harde buik doet ook weer zeer. Maar ik dacht, ja, ik heb het nou al zo vaak gehad. Het zal wel. Ik weet ook soms niet of het de baby die schopt soms heel hard en dan reageert mijn darmen op dat dit ook steeds zeer. En toen heb ik zo straks, ja, ik heb wel ongeveer om de kwartier, 20 minuten, heb ik zo'n weer gehad. Mm-hmm. Maar die was wel gewoon goed te doen. Mag ik koffie zetten of niet? Nou, doe maar heel gauw even. Ik vind het echt heel vervelend dat je dat nu best in moet gaan doen. Ja, pak wel aan. Ja, ik dacht maar even zo eerst deze middag. Ja, wacht maar even. Je kan dat niet goed. Oh, ik heb ik ga even nu niet die lucht ook verdragen. Nee, daarom. Ik pak dit wel. Dan kan ik drink dit wel. Je misselijk? Ja. Ik voel me helemaal niet goed. Dat is wel echt een teken, schat. Dit zet door. Maak je me niet druk. Nee, maar dit is nog erger als bij Sarah. Nog heftiger? Ja. Ja, je zit bijna om 2 minuten heb je weeën. Lukt het niet, hè? Hier was ik al zo bang voor, hè? Nee, rustig maar. Niet bang. Niet zo praten. Niet bang zijn. Je lichaam doet het zelf, hè, schat. Jawel, maar ik kan me gewoon niet zo goed ontspannen. Ja, komt wel. Je wordt nou even overvallen, maar laat even tot je doordringen. Ik wil echt hulp hebben. Ik kan niet meer alleen naar boven. Dat doe ik niet meer. Alleen dit spul mee. Ja. Andere telefoon meenemen. Samsung meenemen. Ja, ga ik zo ook een keer omhandig doen. Blijf even beneden om de verloskundige in de gaten te houden. Ja, dan kan ik de deur ook doen. Wat is dat? Zeg, blijf beneden voor de verloskundige, dan kan ik de deur ook doen. Als het er wat is, geef je maar een geel hier. Matjes pakken, maar dit is een mooie schat. Zelfs stoppen, er zit zat in. Nee, nee. Oh jongens. Heb jij de baby goed voor? Ja. Zou jij even willen helpen dat we haar mee op bed krijgen? Ja. Als je nodig hebt, zou je het zeggen hoor. Mag deze? Ja, geef niks. Ja, alles wat daar ligt mag vies. Zo mag het ook. Ik ga nog een minuut langer binnen. Bizar of niet?
Even kijken hoe lang. Ja. Ja, je hebt nog iets meer ruimte. Wil je de baby lekker boven op je borst? Ja, mag dat? Kan dat? Ja, tuurlijk. Oh, dit is me zo opgevallen. Ik kon er niks aan houden. Het ging gewoon zo snel. We vroegen ze bij de verloskundige nog of papa dan de baby misschien wilde aanpakken. Nou, we hebben het gewoon nog met dat is gelukt. Oh, ja, sorry. Ik probeerde het wel op te houden. Ik probeerde nog te gaan zitten. Dat lukte gewoon niet meer. Ik durfde al niet in bad te gaan, want ik dacht, dit gaat te snel. Ik voelde het dan al aan alles. Ik denk, ik ga jou even een beetje, ja. Dan kun je ondertussen even een beetje bijkomen. Oh jongens, hé, dit is me echt overvallen. Ja. Ik was hier de hele tijd al bang voor. Misschien nog een beetje. Ja, tuurlijk. Ja. Een blauwe in de pasje. Sporttas waar Lynn in de badkamer staat. Daar zit een blauw zakje in en daar zit alles in voor de baby. Wauw, wat heftig, Linda. Maar wat hebben jullie dat goed samen gedaan? Jeetje, zeg. Kijk eens, wat een mooi wakker poepie. Ja, super. Ze begon gelijk te huilen, gelijk. Is ze niet, heb jij haar wel vastgehouden? Ja. Hij had haar vast. Oh, je maakt haar met mijn leven. Ja, dat is wel een mooie houding om te bevallen, maar het is altijd een beetje onhandig, want dan zit je dus met die baby ja, en dan denk je, nu ik ben nog nooit zo bevallen. Ja, dat is eigenlijk het mutsje wat hier op het bloedhoofdje. Ja, pak maar even van die witte met dat lijntje erop. Gewoon zo witte. Jeetjes. Nu niet meer, net hier. Ik heb ook niet gekeken hoe laat ze geworden is, precies. Ja, 3 uur zo'n beetje, 3:05. Hoe laat is dit? Ik denk 5:05. Zal ik nog kruiken maken? Ja, als je wil. Ja, die staan onder het dinges. Wacht, ik kom dan zo even helpen. We hebben de eerste venestatie al binnen. Hoe kan dat nou? Quinten. Oh, god, hey, wat is dat? Dat kan ik even ophalen. Oh, ja. Nou, ik weet niet of hij dat tegen kan met dat bloed. Ja. Doe maar niet. Ja, we moeten denk ik even een beetje dweilen eerst. Ja. Ja, ik ga het spul even pakken, ja. En heb je even zo, 3:15. Nou, het is 3:15. Ja, Linda is geboren. Ik heb niet de tijd tot ze is geboren. 5:05. Toen ik keek was het 7:00. En toen hadden we net je moeder echt open. Net? En, ja. Dus het is al 4:05 zijn geweest. Ik denk dat ik toen ik beneden de deur doorliep dat zij werd geboren. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het gesprek van gisteren in het ziekenhuis gewoon heel goed is. Ja, ik was daar ook helemaal ontspannen. Ja. Het was gisteravond als je heel erg ziek was. Ik had dan een soort knop omgezet. Ja. En, ja. Inderdaad. Nee, kijk, ze zijn lekker naar papa aan het kijken. Ja, ze zit, dat Julia ook of Julia. Waarom zie ik dat ze echt wel over tijd is? Hè? Dat ze, ja, ze is klaar. Geen huid meer, volgens mij bijna niks. Hè? Nee, ze is helemaal klaar. Ze is zo mooi. Joh. Ze heeft de verjaardag uitgekozen. Ja. Hadden jullie een koord erin gekregen? Ja. Dat je zo bij de lichaam. Ja, in de kraampakket heb ik hem gedaan, waar alle kraamspulletjes in zitten. Nou, maar dit in de volle 5 minuten mee, hoor. Oh, sorry. Ja, ik liep echt met 1 hand dat bed nog op te maken, met mijn andere hand over mama's rug te... Ja joh, ik zat er op mijn knieën, joh. Hier zo. En het eerste wat mama zegt... Zij zegt, ik moet persen. Ik zeg, maar je mag ook niet persen. Ja, ik hou het niet meer. Dus ik Ik heb ze dag 2 weggezucht, maar ik kon het echt ze niet ze zat op de pers, had ze de onderbroek nog aan. Dus heb ik de onderbroek uitgedaan. Gelukkig zijn jullie ervaringsdeskundigen. Zo, kijk, mama gelijk zorgt dat er iets zachts onder ligt. Ze dacht ook echt nog overal over na. Maar ja, toen, ik dacht dat ze valt zo uit. En toen kwam de kopje kwam, zeg maar, de bovenkant van de schedel was eruit. En toen opeens kon het hoofdje kwam eruit. En toen... Ja, maar dat is in jouw positie. Dan kijkt de baby je aan. En natuurlijk ja, de baby keek mij aan, ja. Dus dat was echt zo gek. Nee, mama zei, ik hoor nog niks. Nee, maar het hele lichaam zat er nog in. Ja, maar sommigen gaan dan wel huilen als je maar dit ziet. Maar de meeste pas als thema uit. Ja, oh, ja. Ze hadden wel gelijk. Toen, het vruchtwater was gewoon ja, joh, helder. En de vruchtwater zag ze helemaal helder. Nou, en toen kreeg je nog een persweet. Toen kon ik haar zo eruit halen helemaal. Dat ging heel soepel. En het eerste moment zeg, wat is er net gebeurd? Ja, die was helemaal van het padje. Ja, die zei ik echt. Dit slaat nergens op in. Dit slaat echt nergens op, niet. Dit is echt zo geweldig. Ik wil na dat lange wachten graag kennis maken. Oh, ja. Jongens, hé. Die dacht, nou, laat ik het nou toch maar een keer uitkomen. Het was erg warm. Wat een verhaal, dit zeg. Het is echt, hè? Het slaat helemaal nergens op. Ga heel even voelen. Ja. Want de naaf zijn echt hier zo tussen je benen. We hebben wel bijna altijd dat de kraamzorg er nog niet is. Maar meestal. Oh, die moeten we zo bellen, hè? Ja, dat doe ik wel. Maar ik dacht eerst even. Ja, even. Dat heeft nu geen haast meer. Nee. Dan ben je even de Quinten toe, ja? Ja. Was hij wakker? Ja, die heeft ze toen al een appje gefeliciteerd. Ja, is goed. Hey, en wie van jullie wil zo de navelstreng doen? Ik vind het leuk van. Ik krijg een vlammetje.
Ga stug zijn, hè, Marlin. Ja, knip maar eens, lieverd. Het is heel stug, hè? Dus ja, het is stug, hè? Goed, goed. Dat was het. Kijk, hier is het. Graag poel, hè? Dus nu is het echt helemaal zo. Oh ja, ja, ja. Kijk, want die, ik weet niet of je er net een beetje overheen kan kijken, maar die doe ik over dat klemmetje. Dat is met zo'n blauwe dingen. Zo'n klem heeft, toch? Oh, je hebt zo'n nieuw klemmetje. Is dit zo'n nieuwe? Dat is een kotring. Kijk, hier zit hij er omheen. En dan knip ik deze nog af. Zo zit er eigenlijk alleen maar een soort van elastiek, jongen. Het is niet zo veel plastic. Zie je dat? Kijk, ga maar hier. Ja. We gaan er sneller even toe dekken. Het is blijker. Want we hebben geen warme doeken, dus dan... We gaan het er zo verwarmen. We hebben in ieder geval de verwarming dan gauw hoog gezet, dus... Ja, hij staat te loeien hier, hoor. Jullie hebben wel overal over nagedacht in die korte periode. Jeetje. Ja, dat is maar een Linda, hè. Ik heb zelfs de was nog gauw aangezet dat die zo klaar is, zodat de nieuwe erin kan. Ja, echt. Ja, echt gedaan. Dat is de reden. Isolatielaagje nog? Ja. Ze heeft goed geluid, hè? Die was hartstikke af, joh. Nou, ik ga je even kind zeggen als ze geboren is. Mag kind er komen? Ja, ik denk dat dit nog een beetje bloederig is. Mag ik nog eentje? Ja. Ja, ik ga het wel even vertellen. En dan kunnen jullie even samen bijkomen. Nou. Ik loop wel even met je mee met de kruikjes, als jij daar een goede tip voor hebt. Zeker, ja, dat is mijn manier. Er zijn vast nog 100 andere manieren, maar... Nou ja, mijn manier ja, werkt... Ja, wij hebben nog nooit een kruik bij Discra gemaakt, dus dat weet mijn manier werkt niet zo, want ik heb vaak, loop vaak wel een beetje te moppen met die dingen, dus... Ze heeft echt een traantje. Ja, ze heeft een traantje, ja. Ze heeft al lange nageltjes. Ja, ze is helemaal af, joh. Ze is helemaal klaar. Ze doet de oogjes lekker open. Oh, je ligt nog op je badjas. Dat geeft niet, het gaat gewoon in de was. Het maakt niks uit. Mooi hè, kun je strippen wat je wil. En uiteindelijk komt die baby gewoon zelf wanneer ze wil. Ja. Ja, zo is het wel. Ja, ik voelde al gelijk. Ik had al zo'n gevoel toen, toen we gisteren in het ziekenhuis waren geweest, dat je zo'n lekker gevoel had. Ja, ik was helemaal ontspannen daarna. Helemaal ontspannen. Maar dat is niet erg, de afspraak voor aanstaande donderdag dat je dan ingeleid had moeten worden, omdat je wist dat het heel anders is dan Ja. 13 jaar geleden. Ja. Dus de jongste 13? Nee toch? In het ziekenhuis is geboren, nee. Oh, nee, dat is de laatste keer ziekenhuisbevalling, bijna 13 jaar geleden. En daarna is alles thuis. Ja. Oh, meisje toch. Stier. Oh, mama is er wel. Mama is er wel. Mama is er wel. Rustig weer. Ach, meisje. Zij is ook gewoon helemaal overdonderd. Ja, ze is helemaal overdonderd. Oh, het was zo'n storkenvalling. Ja, stil. Nee, meisje. Stil. Stil, maar mama is te veel. Hé? Oh, dit is zo snel gegaan. Ja. Gewoon de benen gehad. Je had heel erg gereden. Je had echt om de 2 minuten, minder dan 2 minuten had je benen. Ja, ik zag het al. Ik voelde die druk van onder en ik kon er niks meer aan houden. Nee, gisteren niet. We hebben het samen gedaan, schat. Ach, meisje. Ik wil gewoon voelde ik wel dat je dat die navelsteen nu in zat. Ik wist ook echt niet meer wat ik moest doen. Ik kon het niet meer ophouden. Nee, dat geeft zo niet. Het is goed gegaan. Maar je bent ook niet beschadigd van beneden, dus het is gewoon goed zo. De vliezen die braken ineens en ze vloog net als bij Sarah. Ja. Ach, kindje toch. Ja, vliezen braken al toen ik toen je onderbroek nog aan had. Klopt. Ik voelde het al. Ja. En toen zei ik die onderbroek niet uit. Jeetje, wat een verhaal dit. Gewoon samen gedaan. Ja, we hebben het heel samen gedaan. Ik
knap, hè? Ja, dat is wel iets, dat bindje gewoon. Het is echt mooi roze, hè? Het is zo mooi roze in het begin. Het is helemaal af. Och, je bent ook best wel groot. Ja, dat is een flink bed. Oh, dat zat gewoon in mijn buik. Ik kan het niet voorstellen. Een uur geleden zat ze dat te trappelen. Ach, god, meisje. Ik had er helemaal zo'n vaag gevoel. Ik dacht, als het gaat beginnen, is het zo. Ik kreeg vanavond ineens dat gevoel van me. En ik zat nog lekker beneden. En toen dacht ik, ja, ik moet naar bed. Maar ik had heel onregelmatig weer. Echt. Ja, en ik dacht, ja, dat zijn weer die valse start weer. Ik ga Ivan ook niet meer wakker maken. En ik ging hier liggen en ik voelde die weer. En toen heb ik jou gelijk wakker gemaakt. Dus dat is programma. Ik voelde gelijk dat dit is anders. Dit gaat snel. Dat we niet langer beneden moeten zitten, want dan was je nog op de trap geboren. Ja, had ik ook al door. Ik durfde, want ik ging naar de wc beneden. Nou, ik kon niet meer plassen, want ik kreeg de ene weer naar de andere. Al die jongens bij je gehad, dat kunnen zij even zien. Ja, volgens mij, ik heb een appje gestuurd. Waar reageren ze dan niet of wat? Nee, ik ga even kijken. Ik ben niet op, dus ik neem dat. Zonder verloskundige, hè? Ja, ik had het gehoord. Heb jij net nog gewoon een liedje gestuurd, joh? Dit was ik nog wakker. Ja, toen was ik nog niet. Was ik nog niet aan het bevallen, hoor? In 35 minuten gebeurd. Het is in 35 minuten gebeurd. Dat is niet normaal, hoor. Ik werd wakker van gehelmen. Ik dacht, dat is toch een Sarah, joh. Ik hoorde een hele piepende hel. Dus ik kijk naar buiten. Ik zie opeens de leesauto nog een andere. Ik denk, dat is geen Sarah. Ik ben hier op handen en knieën bevallen. Alles lag onder het vruchtwater. Het zal wel vies zijn. Nee, val me mee. Nee, het is allemaal geweld, hè? We hebben geweld, hoor. Papa, die deur even dicht voor de warmte. Ja. Straks. Nee, die is ook wakker, maar die is gaan het omkleden. Hè? Die is gaan het omkleden, want die zat in zijn onderbroek. Komt er aan. Nou, ik heb mijn ogen dicht gedaan. Ik ging pas 2 uur slapen en ik werd 3 uur wakker van. Hé, dat zei het Elin toch? Elin, maar lief. Ga de deur dicht doen. Elin, maar lief. Nee, ze is beneden bezig. Nee, ze is beneden bezig. Ja, ik durf wel niet. Papa is daar aangepakt. Ik lag hier op handen en knieën, die kon weer naar bed komen. Hier is ze geboren, hier. Mama hing aan die spijlen. Mama hing hier aan die spijlen en ik zat erachter zo. En Marlies zat... Ik hoorde jou helemaal niet... Ik zat er helemaal van, je kan niet. Ja, ik zei nog tegen papa, waarom heeft die verloskundige, ik hou het niet meer, papa nog niet, je bent zuchten. En toen braken wij vliezen en toen... Nou, een minuut later komt de verloskundige ook niet meer. En voor kerst, dat is toch precies wat je wil, en voor Julia's verjaardag. 21. En voor Julia's verjaardag, en voor Melins verjaardag. Nou, dat is toch beter, kan toch niet hebben? Ja, ik ga vandaag dus niet naar stage, mama. Ik heb avonddienst, maar ik neem de taart voor mee, dan maak ik gewoon een taart voor Julia. Maar ik ga mijn rijles afzeggen, ik ben veel te moe. Thuis. 9 uur 's ochtends. Ik heb niet normaal die auto. Ah, ja, je moet wel gaan rijlessen, Quinten. Ik ga volgende week wel lessen. Ik kan hem niet afzeggen, die man heeft toch ook zijn tijd hier. Ik kan niet afzeggen. Dat kost je 40 euro, hè? Dat is gewoon vrij, dat is niet helemaal. 3 januari heb je toch afrijden? Ja. Zullen we wel gaan? Het is precies Julia, hè? Heb je ook al ja. Ik zie dat niet. Ja, die ik weet maar hoe ze doet. Julia heb je precies zo. Ja, had ook van die felle oogjes. Het is echt zo hard aan het zuigen. Ja, eigenlijk wilde ik haar aanleggen, maar ze wil niet echt dat ik haar verleg, dus... Nee, ze heeft pijn, denk ik. Ja, ze is een beetje te hard gegaan. Ja, vind ik gek. Maar zie je nu ook al dat het gezond is, of dat... Ja, het verloskundige is tot nu toe heel tevreden. Ja. Ik ben toch nog 2 uurtjes werkt. Ik heb nog 2 uurtjes. Nou, ga ik slapen, Sam. Ja, ja. Ik dacht jullie weten dat ze geworden is, dus kom maar nou even kijken dan. Nou, ze is zo mooi. Ja, het is wel een beetje dat neusje van jullie, ja. Het zit heel erg in het bloed. Felle ogen, jongen.
Ik had haar... Ik weet een beetje of ze rassig is. Ze zat hier op de grond, hè. Van, kijk maar eens even dan hier naar die haartjes. Zal ik het voordoen? De haarkleur. Kijk. Oh, ja. Mama is letterlijk zo. Ja, dat lijkt wel een beetje. Mama is letterlijk zo. Ik hou het niet meer. Ik kan haar wel slecht zien, hoor. Toch, papa? Dat doe je op je knieën. Ja? Mama is letterlijk zo. Ja? Zo? Dus op een gegeven moment... Zo, op een gegeven moment zegt die onderbroek nog uit. Ik heb mama de vliezen braken, terwijl ze de onderbroek aan had, dus ik heb de onderbroek uitgedaan. En ze zegt, ik moet puffen. Ik zeg, nee, dat kan helemaal niet. Dat was kut dus niet. Puffen. Dan kan je het wegpuffen. Ik vond het gewoon naar het bos komen. Maar... Nee, ja, zei ook al, ik zie dat ook uit Alphen. Ja, en toen zag het kopje al komen. Ja, dan kan je niet meer stoppen. Nee, dat kan je niet stoppen. Nee, die kan je niet laten zitten. Maar nou, mooi dat allemaal goed is. Water is helder. Dat is je moeder. Ja. Oh, jongens. Maar heb je nog pijn? Even solliciteren bij de verloskundige. Of heb je te veel adrenaline of zo? Ik heb nou een beetje veel adrenaline. Maar ik heb wel. Een beetje morgenochtend pas uit de pijn. Het is zeer rug. Zo, mama die was bevallen. Het eerste wat ze zegt is: wat is er net gebeurd? Ze was helemaal. Wat is er gebeurd, zegt ze? Ja, hoe ben je dat helemaal, ik zeg: mam, je bent haar bevallen. Ik heb iemand opgepakt en ik ben zo op bed geklommen met haar vast. Navelstreng tussen mijn benen. Nee, maar dat is die kick van die vrouw, hè? Die kracht. De oerkracht van vrouwen. Goedemorgen, Stan. Goedemorgen. Wie is dit? Je zusjes? Nee, jeuk. Het is geboren. Elin is geboren. Welke manier wordt er nou weer 1 of 2 of 3 of 5? Dat duurt nog even. Dat duurt nog even. Ik ben wel eerst hier naar 0. Ja, maar dan zouden we iedereen. Op welke dag is ze jarig? Vandaag. Het is vandaag jarig. Dat is vandaag ook gewoon. Gefeliciteerd allemaal. Ja, het is. Slaap nog. Het is wel een mooie bevalling zo buiten. Dat zit aan te doen. Het is mooi weer. Wat zeiden ze allemaal? Hè? Wat zei iedereen? Ja, mooi. Dat is niet. Kleintjes. Oh ja, mooi. Vond allemaal prachtig. Ik was echt heel langs. Ik wil zo graag Sarah's reactie zien. Ik ga het niet maken. Nee, dat snap ik ook wel. En Sarah is niet zo lief. Nee, ze snapt het nog niet. Snap ze niet. Nou jongens, gaan we lekker naar beneden. Kom maar even rusten. Gaan we lekker eten beneden. Stan, je mag wel terug in bed als je wil. Ja, we staan gewoon straks wel naar school. Hoe laat? Ja, nou, moet je naar school. Kort voor 12. Ja, ik ben wel voor het zetten hier. Ja, goed. Het is al 8:30, dus... Heb je nog geslapen, of niet? Nee. Ik heb niet geslapen. Oh, nou, ik heb nog 2 uur geslapen, hoor. Ja, zo ging pas na 6 uur weg. Maar ja, toen heb ik om 7 uur al de familie gebeld. Komen er nog familie in de kant op? Goed, hoor. Slaap lekker zo. Of is het rustig?